Een nieuwe lente en een nieuwe hondenspeeltuin. En dat zou ik heel, heel mooi vinden als we dat kunnen realiseren. Nu steeds meer mensen een hond hebben, is er ook steeds meer vraag naar speelplaatsen voor honden. Hier in Wijchen is nu al een hondenspeeltuin. Annemarie de Leeuw wil dat er nu ook een in Beuningen komt. Ik ben op het idee gekomen eigenlijk door mijn eigen hond, Ellie. En Ellie is nu is ze nog pas 7 maanden, maar als ze zometeen volwassen is, dan is ze een hele actieve hond. En ik wilde graag ergens iets met haar kunnen doen. En niet alleen kunnen wandelen, maar ook echt, weet je, over een ding heen springen of van een tunnel door. Gewoon iets leuks. En dat was hier gewoon niet. Dus toen dacht ik, nou, waarom niet? Dus toen ben ik maar de gemeente gaan bellen van, hoi, ik heb een idee, hoe ga ik dit doen? De gemeente zei, leuk idee, er was al iemand voor je die dat ook wilde doen, maar die had een heel ingewikkeld plan, met ook nog een huisje erbij en zo. Ik zei, nou, ik wil gewoon een speeltuin voor een hond. Dus, nou, is goed, zegt de gemeente, zullen we even gaan praten met elkaar? En dat hebben we met elkaar besproken, zo, wat wil je dan? Dus, nou, ik wil wel zo'n lekkere rioleringsbuis en een paar tractorbanden en, nou, misschien een zandvlaktetje. En een afgesloten gedeelte voor de puppy's of hele kleine hondjes vind ik ook erg belangrijk. Als je heel veel grote honden hebt en jij komt met zo'n inie-mini hondje, dan kan ik me voorstellen dat je dat best wel eng vindt en dat dat niet goed matcht samen. En daar hebben we eigenlijk gewoon met de hond erbij een uurtje over staan praten hoe dat dan hier zou moeten. Ze hebben toegezegd dat ze nu gaan kijken qua regelgeving wat ik hier neer mag zetten. Bijvoorbeeld, er moet sowieso al een bord komen dat er geen kinderen mogen spelen. Want dan hoeft het speelgoed bijvoorbeeld niet gekeurd te worden, want dan is het echt voor de honden. En even kijken hoe of wat. Ze gaan tractorbanden voor me achterhouden en een rioleringsbuis. En nou is het eigenlijk nog een beetje de puntje op de i zetten van welk van alle ideeën mag echt. En hoe diep mag je graven voor bijvoorbeeld hekwerk en dat soort dingen. Ik hoop dat het in de lente wordt geopend. Een nieuwe lente, een nieuwe hondenspeeltuin. En dat zou ik heel, heel mooi vinden als we dat kunnen realiseren. In een reactie laat de gemeente Beuningen weten dat ze het fijn vinden om te zien dat er een initiatief vanuit inwoners zo goed wordt opgepakt en in samenwerking met de gemeente wordt uitgevoerd. Het enige dat Annemarie nog hoeft te doen is een buurtgroep vormen die zich ontfermt over het veld en klein onderhoud.